wat voor beslissingen zou ik nemen op basis van deze data? Ja, ik zou het niet... Jij weet het niet. Ik zou er heel nerveus van worden. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over glucose meten tijdens het sporten. Zinvol of onzin? Suikers vormen een uitstekende brandstof tijdens het sporten, maar hebben een beperkte voorraad in ons lichaam. Is het daarom slim om tijdens het zwemmen, lopen of fietsen je glucosespiegel bij te houden? En hoe goed werken de huidige sensoren eigenlijk? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, hey. Goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Het is weer vrijdag en we gaan weer echt een aflevering maken zoals onze podcast bedoeld is. We gaan het hebben over spullen waar je geld aan uit kan geven, die je kan kopen, die beloven dat dat misschien wel jouw prestatie gaat bevorderen. En wij gaan op zoek naar het antwoord op de vraag, nou ja, is dat nou zinvol of onzin? Ja. En dat doen we door te kijken naar de wetenschap. Wat weten we ervan? Door in te checken bij de topsport. En daarna de conclusie te trekken voor jou en mij als amateur. En Guido heeft... Heeft een belangrijke rol. Ja. Want we gaan het hebben over het continuous, oftewel continu glucose meten of monitoren. En dat doe je met een apparaatje op je arm. Ja, de CGM inderdaad. Ja, en die heeft hij getest een jaar geleden. Dus we gaan ook zoomen met Vroemen. En we hebben een leuke extra bijdrage van een topsporter in deze aflevering ook. Dus laten we maar snel van start gaan. Bij het begin, waarom hebben we het hier vandaag over? Ja, we hebben het erover omdat we een vraag van een luisteraar sowieso kregen. Het valt op dat er tegenwoordig sporters regelmatig te zien zijn, op foto's, op Instagram met name, met zo'n gekke patch op hun arm vaak. Op hun bovenarm. Ja. En toen hadden we via @slimmerpodcast op Instagram kregen we een berichtje van David van Oosten. En die zei, joh, ik zie steeds meer atleten monitoren met dit soort sensoren. Wellicht een leuk topic om eens in te duiken of het zinvol of onzin is. Ik ben in ieder geval erg benieuwd. Nou, David, bij deze word jij op je wenken bediend. Rond die tijd zagen we inderdaad ook, zoals de kijkers op YouTube hier zien, de arm van Guido Vroemen met, wat is het? Ja, een soort sticker op zijn triceps, hè, zit dat dan. Ja. En op de Instagram pagina van Super Sapiens zien we allemaal foto's van topatleten met zo'n ding op hun triceps. Dus, goeie naam trouwens, hè? Super Sapiens, vind je niet? Ja, super slim eigenlijk, soort van, hè? Sapiens. Sapiens zijn Homo sapiens. Ja, precies. De slimme. Slimme. Past goed bij de podcast. Ja, ja. Nee, dus voordat we erin duiken, de basis. Wat doet glucose en zo? Dacht ik nog even een leuk audiobericht wat we kregen. Nogmaals, je kan audioberichten inspreken via Vriend van de Show. Misschien ook nog eens goed om te noemen. Als je naar deze podcast luistert en je vindt het leuk, dan kun je meepraten. vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Kan je een bericht inspreken. Of je kan echt vriend worden en doneren. Nou, dat doen ook meer en meer mensen. En ik kan je vertellen, volgend jaar op weg naar onze 100ste aflevering gaat er iets bijzonders gebeuren met onze vrienden. Dus als je nog geen vriend bent, wie er eerder bij was, krijgt meer perks. Maar hoeveel moeten we nog, joh? 100 heb je het over? Tot de 100ste aflevering. Ja, we zitten nu op 73. Oh. Dus nog wel een goed seizoen te gaan. De finish is in zicht. Nou ja. Nog goed seizoen. Hey, we kregen bericht van een topsporter. Anne Tauber.
Dat is een MTB-topper. Nederlands kampioen op dit moment. Niet te verwarren met Anne Terpstra. Dat is ook een goede mountainbikester. Ja. En Anne is samen met Lotte Koopmans, die ook op het podium stond bij het NK, hebben die de Knabbel en Babbel podcast. Volgens mij is Anne zelf is Knabbel. Okay. En dat is wel ook een hele leuke, is een tip. Leuke podcast waarin je echt letterlijk bij hun op de hotelkamer zit en meebeleeft hoe zij de World Cups en de WK's en de wedstrijden van het mountainbiken bespreken. Misschien gaan we in de toekomst nog wel wat leuk met de dames doen. Maar ik sprak Anne toevallig en die zei, oh, gaan jullie het over die glucosemeter hebben? Dat vind ik interessant. Toen zei ik tegen haar, waarom dan? Nou, zei ze, dat spreek ik bij jullie in. Hey, superleuk dat jullie een podcast gaan houden over het onderwerp, de CMG, de Continuous Glucose Monitor. Dat is echt een boeiend onderwerp waar ik nog weinig over weet. Dus verras me, ik ben erg benieuwd. En ik heb dus zeker nog nooit zelf een experiment gedaan met dit device, zullen we het maar noemen. Maar ja, je bent topsporter en je kijkt toch altijd met een schuin oog naar de wetenschap. Wat gebeurt daar? En vooral, hoe kan ik het inzetten in mijn topsport om beter te worden? Dus dit heb ik al wel voorbij zien komen. Ik heb het nog niet heel uitgebreid uitgezocht. Maar toevallig was van de zomer mijn diëtist bezig met experimenten met deze CGM. En die was er wel over te spreken, maar ja, had ook alweer zijn vraagtekens erbij of het al heel erg inzetbaar was voor de topsporter zelf. Maar goed, desalniettemin kijk ik nog altijd met veel nieuwsgierigheid ernaar. En ik ben natuurlijk bezig met mijn voeding. En ik zou soms dan denk ik dat ik nog heel veel dingen niet goed weet over mijn lichaam, omdat je die niet goed kunt aanvoelen. En nou hoop ik en denk ik dat die CMG misschien heel veel meer duidelijkheid gaat geven over bepaalde onderwerpen, waar je vervolgens je voeding of je hele plan weer op aan kan passen. En ja, je weet het gewoon zeker, want het is een duidelijke meting. Dus het is geen gokwerk meer, zeg maar. Dus dat lijkt me er heel interessant aan. En er borrelen een hele hoop vragen op die ik eigenlijk graag zou willen weten over mijn lichaam, maar die ik zeker niet op gevoel kan doen. En een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld, als ik een jelletje neem, je hebt vast ooit wel gehoord over de suikerdip, dat je die kunt krijgen na het nemen van heel veel suikers. Nou ben ik wel heel benieuwd hoe dat nou echt zit bij mij, want of ik mijn gel nou neem een kwartier voor de race of 2 minuten voor de race, gevoelsmatig voel ik die suikerdip helemaal niet. Maakt het voor mij dus niet uit. Maar ik ben wel heel benieuwd of ik met een CGM bijvoorbeeld wel zou kunnen zien of ik die suikerdip krijg. En vervolgens mijn voedingsplan voor en in de wedstrijd weer op kan aanpassen. Dus ja, dat zou echt heel mooi zijn om te kunnen zien. En een tweede waar ik ook nieuwsgierig naar zou zijn, zoals je bijvoorbeeld een duurtraining en een intervaltraining met elkaar gaat vergelijken qua voeding, dus je eet hetzelfde, zou je dan tijdens de duurtraining alsnog een lagere bloedsuikerspiegel hebben, dus een lagere glucose, omdat je lichaam veel meer op vetten aan het fietsen is dan tijdens de intervaltraining. Dus dat je lichaam dan ook die glucosespiegel, zeg maar, laag houdt. Ook dat lijkt me een heel interessante, omdat je daar ook je voeding weer kan aanpassen. Dus ja, dit zijn allemaal vragen die wel spelen en die ik nu op gevoel toepas, of met de wetenschap die we nu hebben. Wegen en dat soort dingen, dat doe ik natuurlijk wel. Maar ja, zou toch met deze CGM een stuk duidelijker worden. En ik weet dat dat de meningen erover verdeeld zijn of het in de topsport dan echt toepasbaar is. Maar ja, ik luister met heel veel nieuwsgierigheid naar jullie aflevering. En wie weet ga ik hem ook wel gebruiken. Oh, en dat is nog wel interessant. Het is natuurlijk best wel een experimenteel iets waar de wetenschap nu druk mee bezig is. En de reden eigenlijk dat ik het nog niet heb gedaan is simpelweg omdat ik nog geen tijd heb gehad om het echt uit te zoeken. Schakel ik jullie voor in. En de tweede ook, ik kom natuurlijk net uit een drukke Olympisch seizoen. En ja, dan is het niet echt tijd voor dit soort experimenten. Dat kun je beter in de winter of in de off-season doen. Dus wie weet, komende weken. Ik hou jullie podcast in de gaten. En heel veel succes.
Ja, en Anne is trouwens niet alleen succesvol mountainbikester, maar ook succesvol marathonschaatster. Oh, dus weer een ander sport. Ja, wintersport, zomersport. En ze, is zij nou ook pupil van Guido of niet? Nee, Lotte, en dat is dan Babbel van Knabbel en Babbel, is wel een atlete van Guido Vroemen. Ik zou zeggen, vraag het even aan je coach. Ja, laat nou niet meteen leuke luisterende topsporters afschrikken. Of vraag het aan je diëtist, dat is wel interessant, vond ik. Dat heeft ze dus gedaan, en ze acht dus onder andere ons, maar dan met name jou en jouw kennis van de wetenschap daar natuurlijk ook maar op een hoog podium naast. Maar het geeft wel aan dat de diëtist is er ook al mee bezig. Ja, Guido zelf was er mee bezig. Dus we gaan het afrafelen. Leuk. Laten we bij het begin beginnen, zeg ik dan altijd graag. Ja. En dat is de basis. Volgens mij hebben we hier twee basissen die we even moeten snappen. Namelijk één, dat apparaatje. Wat is dat? Hoe werkt dat? Ja. En toch ook even, zonder het helemaal opnieuw te... Maar glucose, wat doet dat? Waarom wil ik weten wat mijn glucoseniveau is? Laten we daarmee beginnen. Glucose is een hele belangrijke brandstof. Ja. Dus eigenlijk de basis koolhydraat. Ja. En in die zin... belangrijk om genoeg in je lichaam te hebben. Ja. Nadeel van glucose is, je kan het opslaan alleen als beperkte hoeveelheid. Dan slaat het op als glycogeen in lever of spieren. Ja. En dat in de lever kan ongeveer 80 tot 100 gram. En in de spieren als jij 500 tot 800, afhankelijk van hoeveel spieren je hebt. Ja. En die opslag is de befaamde, hebben we al vaker in de podcast gehoord. Als je 5 kwartier tot 1,5 uur gaat sporten, hoef je niet te eten, want dat is die voorraad. Daarmee kan jij uit de voeten voor een inspanning die 1,5 tot 2 uur duurt. En daarbij op best wel hoge... 1 tot 1,5 uur zeggen ze altijd toch? Maar goed. 1 tot 1,5. Ja. Bij hoge intensiteit, omdat dan juist glucose de ideale brandstof is. Ja. Bij lage intensiteit, zijn de vetten, doen het prima. Ja. En dat heeft alles te maken met eigenlijk de hoeveelheid zuurstof die beschikbaar is. Dus beperkte hoeveelheid, dat is een nadeel. En het andere is dat je glucosespiegel in je bloed, die is heel goed geregeld. Omdat glucose giftig is. Giftig, heel slecht voor je bloedvaten, laat ik het zo zeggen. Oké. Dan praten we over diabetes, want daar gaat het mis. Want die hebben glucosespiegels die vaak te hoog zijn. Mm-hmm. Waar krijgen die problemen mee? Eén daarvan is de bloedvaten. Uiteindelijk neuropathie, zoals dat heet. De zenuwen hebben daaronder te lijden. Ogen hebben daaronder te lijden. En uiteindelijk ook aderverkalking. En dan de ziekte diabetes wil zeggen dat je lichaam niet in staat is om zelf die glucoseniveaus omlaag te brengen. Ja. En op een gezonde te reguleren. Dat is eigenlijk heel simpel. Glucose normaal hangt een beetje rond de 5 millimol per liter. Of eigenlijk tussen 4 en 8. Dat is de eenheid waarin we dat meten. Ja. Ja. Ja, dat is nog wel, want we zien straks plaatjes. En in Amerika doen ze het weer net anders. Even kijken, grammen of milligram per deciliter. Ja. Maar dat tussen 4 en 8 en eigenlijk 5 is de standaard. Daar prikken diabetes ook op om te zien. Als ik onder de, boven de 8 zit, dan moet ik insuline gaan spuiten. Ja, want dat is dus te brengen. Hoe het werkt, jij eet wat. Koolhydraten worden opgenomen, je glucosespiegel stijgt, dus van die 4 naar... direct, als gevolg van het eten op het moment dat je voedingsstoffen in je... Daar zit een kwartier, 20 minuten tussen, moet opgenomen worden vanuit de darmen. En als jij echt zetmeel, brood hebt, dat moet afgebroken worden door enzymen. Maar uiteindelijk wordt gewoon glucose opgenomen in het bloed. Ja. En dan gaat je bloedsuikerspiegel omhoog. Ja. En dat meet dan je alvleesklier. Die ziet dat en die gaat insuline produceren. Om dat weer in balans te brengen. En die insuline, dat is eigenlijk een bouwstof of een hormoon. Wat zorgt van, die glucosespiegel moet omlaag. Dus we gaan het opslaan in die lever en de spieren. Ja. En als het veel te veel is, dan wordt het uiteindelijk ook nog in vet omgezet. En dat is een mooi systeem, waardoor eigenlijk jouw bloed... glucosespiegel tussen die 4 en die 8 blijft. Het andere is, als jij heel lang niet eet, dan krijg je, zij hadden het al een beetje over de dip of de hypoglycemie, zo hoor je dan. Als je onder die 4 duikt, dan vindt het lichaam ook niet handig, want glucose is een belangrijke brandstof, ook als jij hier zit, voor je hersenen met name.
Mm-hmm. Dus je wil daar niet te flauw van worden. Nou, dan gaat je lichaam besluiten van, hé, we moeten glucose vrijmaken. Onder andere weer uit die lever. Maak die glucagon. Dat is dan eigenlijk de tegenstof van insuline. Samen met eventueel sympathisch zenuwstelsel komt ook in actie. En die twee zorgen zijn netjes in balans. Zorgen tussen 4 en 8. Bij diabetes gaat het mis, want die maken of helemaal geen insuline aan. Dat is type 1 diabetes. Of de type 2 diabetes. Insuline doet zijn werk niet goed. Mm-hmm. Dus er wordt wel insuline geproduceerd. Maar die zorgt onvoldoende dat spieren en lever die glucose gaan opnemen en omzetten in glycogeen. Dat is eigenlijk in een nutshell. Dat is de basis. Ja, dat is de basis. Sporten. Dus ze hebben mensen gedacht van diabetes. Hey, hoe kunnen we hun helpen? Nou, vroeger moesten ze prikken. Nog steeds een aantal. Maar een patch is ook wel handig als continue glucosemeter. Ja. En dat is en nu eigenlijk... Nu komen we bij het apparaatje. Ja. Dus dat komt vanuit de zorg voor diabetespatiënten. Ja. En die patch, want dat prikken, dat vind ik alles zo naald. Ja, ik kan niet zo goed tegen naalden. Is die patch dan ook een naald? Ik vermoed dat er een piepklein naaltje onder zit. En dan moeten we maar eens een video vragen. Hoe je hem vastmaakt. En die... die prik je niet direct in een bloedvat, maar eigenlijk in de interstitiële ruimte. Dat is alle ruimte tussen tussen spieren en bloedvaten en andere cellen in. En dat is deels een gelachtige met vocht gevulde ruimte. Dus daar heb je het wel. Waar zit je precies te meten? In dit geval de interstitiële ruimte. Dat is ergens tussen de spieren en het bloed in. Dus het is niet een directe afspiegeling van het bloed. Mm-hmm. Er zit altijd plus erbij, ja. Dat interstitium is een heel... Ik hoor hier al een waarschuwing voor mogelijke calibratiefouten. Ja. En ook van, op het moment dat jij een naaltje ergens insteekt in zo'n interstitium, dan creëer je daar toch een holte eigenlijk. Mm-hmm. Mm-hmm. Waar waarschijnlijk wat vocht gaat zitten. Dat snap ik wel. Maar de vraag is, zit je nou precies in dat... Je maakt een klein trauma, laat ik het zo zeggen. Ja. En de vraag is, dat zal wel deels herstellen. Trauma is medische term van wondje. Je zit dus wel echt in de vloeistofruimte van je interstitium te meten. Terwijl het interstitium is ook eigenlijk gel en collageen, hebben we het over gehad. Elastine, bindweefsel. Ja. Dus je zit toch in een beetje een artificieel gecreëerde holte te meten. Maar ik denk dat ik neem aan dat er heel veel tests gedaan zijn waarbij zij... Om vast te stellen. Dat bloed meten en daarnaast die patch en dat die wel redelijk één op één kunnen gaan. Ja. In ieder geval onder rust. De vraag is wat bij inspanning gebeurt. Komen denk ik wel op. Ja, maar dan gaan we al naar het apparaatje. Ik wil nog heel even terug naar glucose spiegels. Ja. Weten we, wat doet sporten met die spiegels? Dat is eigenlijk... in principe, het mooie is dat als je gaat sporten, dan heb je je insuline niet nodig. Want sporten zorgt er ook voor dat jouw spiercellen open gaan staan eigenlijk voor glucose. Dus dat ze heel makkelijk glucose kunnen opnemen. Ja. In rust heb je insuline nodig om eigenlijk op die insulinereceptoren zijn dat dan. En die sluizen eigenlijk de glucose uit het bloed naar binnen. Mm-hmm. Op het moment dat jij gaat sporten, dan komt er gewoon een signaal op jouw spieren. Er worden een aantal van die glucosetransporters die worden geactiveerd. En die zorgen uiteindelijk van, ik ga glucose, wordt makkelijk vanuit het bloed opgenomen. Ja. En mijn idee is, of zo heb ik het altijd geleerd, tijdens het sporten, zolang jij eigenlijk, het systeem werkt daar nog steeds, dat jouw glucosespiegels gereguleerd blijven. Alleen er stroomt glucose uit aan de spierkant en er komt glucose bij uit... Wat jij eet. Glycogeen en eventueel wat je bij eet. Dus je kan direct je glycogeen uit je spieren natuurlijk gebruiken. De spiervezels, als die gevuld zijn met glycogeen, dan zullen die besluiten, dat gaan we als eerste brandstof nemen. Ja. Daarnaast heb je natuurlijk het bloed stroomt daar langs die vezels. En je hebt eventueel je lever als voorraadje om hun glycogeen te legen in de vorm van glucose. Plus wat we ook over gehad hebben in onze aflevering over sportdrankjes. Mm-hmm. We hebben geleerd bij langdurige inspanningen moet jij gewoon je glucose gaan innemen in de vorm van gelletjes of sportdrank of bananen. En dat kan dan een maximale hoeveelheid van 60 tot 90 gram glucose per uur. Ja, en kan dat worden verwerkt door je maag-darmstelsel. Precies, hè? Ja. Dus hangt een beetje vanaf als de inspanning lang gaat duren. Dan heb je eigenlijk de aanvoer direct vanuit je darmen naar je bloed.
En dat werkt heel mooi samen als jij gaat inspannen. Nou, dat grafiekje. Je hebt een aantal grafieken meegenomen. Ja. Niet vergeten, dit is een radioproduct. Mensen zien het niet. We zijn wel te zien op YouTube. Ik vind dat gewoon heel handig. Ja, nou, om even kort samengevat, ze hebben gekeken van wat levert nou de bijdrage aan het aantal calorieën wat je verbruikt tijdens inspanning? Okay. Welke voorraad kist, zullen we maar zeggen, in het lichaam. Van energie. Ja, van energie. En dat is of vet of je glucose en dan uit spier of lever of bloed. Ja. Nou, bij lage intensiteit 25% van je VO2 max is lekker laag. Ja, we kijken naar een grafiek met drie kolommen. Ja. 25, 65 en 85. Dat zegt iets over de intensiteit. Klopt. Waarop gesport wordt. En dan zeg je dus 25, dat is laag intensief. Ja, en dan zie je dat het merendeel wordt geleverd door plasma FFA en dat FFA zijn free fatty acids, vrije vetzuren. Oftewel vetverbranding. Dus jouw vetcellen die laten vrije vetzuren los, die circuleren in het bloed. En bij die inspanning zeggen de spiercellen, nou, er is genoeg zuurstof, ik ga lekker die vrije vetzuren gebruiken. Ja, als dat heb je ook wel eens eerder uitgelegd. Om zo'n vetzuur of om op vet te kunnen gebruiken, moet eerst nog een tussenstap gemaakt worden om van dat vet weer glucose vrij te maken. Of in ieder geval energie. Nee, dat hoeft niet. Energie, ja. Ja, ATP. Laat ik het zo maar even noemen. Ja. En dat kost dan extra zuurstof, maar daar heb je bij lage intensiteit de tijd en precies de zuurstof voor. Ja, ja. Dus, daarom zegt iedereen, laag intensief is vetverbranding. Ja, en dat betekent dus ook, daar hebben we het al eerder over gehad, dat het prima, dat mensen zeggen, kan ik op een, als ik 's ochtends geen ontbijt op heb, toch gaan sporten? Ja. Alleen zeker niet heel hoog alleen intensief. Alleen niet heel, nee. Want na nacht slapen is al je glucose uit je bloed ofwel opgeslagen of in ieder geval is... Ja, het is meer dat de lever is dan leeg. Ja. Je spierglycogeen is nog wel behoorlijk gevuld. Ja. En dus ja, wat er dan eigenlijk gebeurt is dat alleen als jij even een sprintje trekt, dan zal vanuit je spieren wat geleverd worden. Maar je merkt gewoon dat je niet heel diep of niet heel hard kunt gaan. Ja. Helder. De andere twee kolommen laten zien dat als de intensiteit toeneemt, dat de spierglycogeen en de spiertriglycerides steeds meer bijdrage moeten gaan leveren. Dus dat is het andere. Dan je hebt ook nog wat vet in je spieren liggen. Nou, daar gaan ze dus bij hoge intensiteit gebruik van maken. Het is gewoon net even wat dichterbij waarschijnlijk bij de spieren. Maar het belangrijke is inderdaad wat jij noteert. Dat het spierglycogeen wordt, vooral bij 85% is bijna 60-70% komt van de spierglycogeen. Kortom, dan ga je de opgeslagen glucose verbruiken. Ja. Nou, en die is dan na anderhalf uur bij hoge intensiteit ook leeggetrokken, wordt die. Ja. En je ziet die bijdrage van de plasma glucose neemt ook toe. Ja. Die onder wat is plasma glucose? Ja, dat is plasma, is het deel in het bloed waar niet de rode bloedcellen zijn. Dus je hebt ongeveer 45% rode bloedcellen en 55% plasma. En daarin zit je glucose in opgeslagen. Dus wat er gebeurt bij 85%, dan zie je al dat de lever, ja, eigenlijk die continu detecteert natuurlijk het systeem. Hey, glucose wordt opgesnoept deels vanuit het bloed door de spieren. Nou, dat moet toch aangevuld worden, want we willen niet te laag komen. We willen niet onder die 4 komen. Ja. En de manier is eigenlijk dat de lever gaat zeggen, oké, dan laat ik wel wat los. En in samenhang met wat jij naar binnen gooit, qua bananen of jelletjes of noem maar op. Ja, ja. Helder. Ik zie hier ook weer, en dat is een andere aflevering, moeten mensen maar opzoeken over ketonen. Maar toen hebben we het ook over het ketogeen dieet gehad. Oftewel mensen die geen koolhydraten eten. Dan zie je ook precies wat we toen zagen. Dat kan allemaal best, zolang je maar laag intensief blijft sporten. Maar hoog intensief lukt dus niet. Want maar dat is wel goed dat jij dat noemt. Want waarom is, in eerste instantie denk ik, waarom is er zo'n aandacht nu, los van dat glucose tijdens inspanning belangrijk is? Omdat als jij te lang wacht, dan komt eigenlijk die hongerklop. Hè? Ja. Daar gaat het om. Dus waarom krijg je na anderhalf uur... Dat trekt het systeem aan de noodrem, want je zegt, geen glucose meer, stoppen. En dat is de typisch 32 kilometer van de marathon, wordt dan genoemd. Hè? En dat is eigenlijk inderdaad, de glucose is nog niet helemaal op. Er zit nog wel wat, maar die hersenen die gaan weer denken van, dit ga ik niet nog 10 kilometer volhouden op die manier. Ik ga een signaal gooien naar jouw spieren, naar jouw systeem. Van even geen glucose, die sparen we op voor de hersenen. Jij gaat maar lekker over op vetverbranding en dan moet jij gewoon een tandje lager gaan zitten. Ja. Maar er is wel een interessante discussie geweest en nog wel gaande. Dat is een anekdotisch bewijs dat sporters
toch zeggen van, ja, hey, van al het sporten, hartstikke gezond. Maar ik heb in de loop van de tijd glucose-intolerantie en misschien wel diabetes ontwikkeld. Ja, dat is anekdotisch. Je denkt, of na afloop van een carrière. En dat ze zei, is dat sporten wel gezond voor de glucose-regulatie? Mm-hmm. Die discussie is er wel, want omdat, nou ja, en er zijn ook wel wat studies gedaan. Ik heb bijvoorbeeld laatst heb ik bijvoorbeeld gekeken in, ging het over puur overbelasting van te hard trainen. En zat hem dan in de mitochondriën die dan niet konden bijbenen. Maar wat interessant was, hadden ze bij topsporters gekeken. Ja, heeft dat consequenties? Want mitochondriën zijn ook belangrijk weer voor die... En toch, je gebruikt nu twee keer dat woord. En ik wil niet helemaal de onze podcast dummen. Ja. Maar inderdaad, voor de mensen die voor het eerst energiefabrieken horen, die heel belangrijk zijn om uiteindelijk uit die glucose ATP de energie te genereren. Ja, ja. En dat bleek eigenlijk, zagen zij, dat als jij gaat kijken naar hoe goed kan je lichaam glucose handelen. Dus je laat iemand een liter met heel veel glucose drinken. Dat is eigenlijk een glucose challenge. En dan volg je eigenlijk het systeem. Hoe snel gaat die glucosespiegel omhoog en weer omlaag. Hmm. Dan zagen ze bij topsporters dat die minder goed gereguleerd werd dan bij controle mensen. Waarbij, en op het moment dat zij topsporter zijn. Ja. Of na afloop, want je noemde het ook diabetes na afloop. Dit was tijdens. Ja. En dit waren wel tijdens flinke trainingsweken. Dus ze zei, ja, dat was weer, is dat topsport echt heel hard trainen, is dat wel gezond? Ja, voor uiteindelijk je glucosebalans of het reguleren van je glucose. Ik denk nu aan onze Anne Tauber. Ik weet niet of die heel gelukkig wordt hiervan. Dit is een beetje, en dan dat voedt dan ook weer die, nou, de ketone-hype, de low carb, high fat. Ja. Geen of heel weinig koolhydraten eten en heel veel vetten. Nou, dat is ook zo'n hele stroming. Hebben we het ook over gehad. Ik denk dat het puur te maken heeft van dat mensen misschien in de begintijd wel dachten, ja, ik moet heel veel, glucose is belangrijk. Dus ik moet ontzettend veel glucose gaan verstouwen. Tijdens wedstrijden, tussen wedstrijden of trainingen door. En daar eigenlijk veel te veel van namen, laat ik het zo zeggen. Dat daar misschien... Even horen wat ik jou nou precies hoor zeggen. Dus je zegt, er is onderzoek die vaststelt dat sommige topsporters moeite krijgen met hun glucose-insuline-regulatie. Ja. En je vermoedt dat wellicht daar een tegenstroming is gekomen. We moeten van die koolhydraten glucose zijn slecht af. Koolhydraten zijn slecht. En dat is dan eigenlijk weer een overdrijving. Ja. En dat hebben we ook vastgesteld in die andere aflevering. Ik denk dat het grote makken zit hem in gewoon glucose of koolhydraten zijn hartstikke belangrijk tijdens de inspanning. En als jij heel hoog intensief wil gaan trainen. Dus dat komt meteen op de vraag van Anne ook terug. Ja, die tweede vraag bedoel je. Van als ik nou hetzelfde eet en ik ga laag intensief sporten of ik ga hoog intensief eten. Zou ik dan een verschil zien als ik dat real-time zou monitoren in mijn bloed? Ja, dat is wel interessant. Alleen de vraag is weer hoe... Ja, zij had het erover. Ga ik dan een lagere glucosespiegel vinden bij een duurinspanning? Nou, ik denk nog steeds, vanuit mijn basiskennis glucoseregulatie, denk ik, ja, ik verwacht niet zo heel veel variaties in je glucose, omdat dat systeem best wel goed gebalanceerd is vanwege je insuline, je glucagon, als jij gewoon hier zit. En tijdens het sporten, ja, gewoon een mooie afstemming tussen wat je spieren willen opnemen, tussen je lever. En wat er vrijgemaakt wordt. Ja, aan de andere kant ben ik me ook bewust, de studies die gedaan zijn, ja, die hebben wel glucose zitten meten bij mensen op een ergometer. Maar die zullen niet, ja, die zullen hoogstens om de 10 minuten of een kwartier is een sampletje nemen. En wat deze meter kan, is continu meten. Betekent eigenlijk, denk ik, dat ze elke halve minuut bijvoorbeeld. Maar zou je niet mogen verwachten, Jurgen, dat je gaat zien dat, wat je zegt, het systeem is in balans in het eerste uur. Hè? Ook die grafiek die je net liet zien, volop glucoseverbranding. Maar ergens, de voorraad is beperkt, raakt dat op. Ja. Ik neem aan dat dat niet een soort discreet boom leeg is. Nee. Ik neem aan dat je zal gaan zien dat de glucose toevoer via het plasma gaat teruglopen. Ja. Dus dat je in zo'n meting zou kunnen zien dat je levels omlaag beginnen te gaan. Ja, maar daar zit daar weer meteen die compensatie van, nou, een deel dat glucagon had ik het over, met name. Maar dat raakt toch op? Nee, glucagon maak je continu aan. Okay. En sympathisch zenuwstelsel
Dat, ja, dus de, dat is je fight, flight, fright. Mm-hmm. Die gaat ook continu zorgen van, hey, ik, en vooral bij sport, die is continu bezig van, jij moet doorgaan. Dus hoor ik jou zeggen dat zo'n hongerklop, zou je niet in je glucosespiegel zien aankomen? Ik denk het eigenlijk niet. Dat zit al van tevoren. Maar je zegt nog denken, hè? Dan moeten we oppassen als wetenschappers. Ja. Nou, dat is wel. Dus nou ja, dat komt meteen de volgende vraag. Zij had het over die dip. Ja. De dip van het eten van de gel. Of ze dat nou 5 minuten doet of een kwartier van tevoren. Ja. En dat is wel interessant. Er zijn studies gedaan. Maar dan is het met name als je 1/2 uur, 3 kwartier van tevoren een flinke hoeveelheid. Of je ontbijt met pannenkoeken, met veel zoete spullen. Grappig eet. Dat je het noemt, want ik zit te denken, ken ik de suikerdip? Ik snaai wel eens wat, een zak snoep of zo, dan valt het wel mee. Maar als ik pannenkoeken met stroop eet, jongen, dan kun je mij 3 kwartier later echt op de bank leggen voor een dutje. Ja. Dan ga ik echt uit. Ja. En dat is het idee toch, voor de mensen die niet weten wat suikerdip is. Je neemt dan opeens dus heel veel suiker in. Je lichaam gaat dus daar compenseren, insuline maken om dat omlaag te drukken. Precies. En dat systeem slaat door. Ja. Die klopt. Brengt hem eigenlijk te laag. Dat is misschien de volgende slide die gaat klaarstaan. Ja, want dit is dus, ze zijn nu wel heel erg begonnen met CGM-metingen. Dus continue metingen. Ja, we zien 2 grafieken in beeld. Grafiek A en B met op de horizontale as de tijd. Minuten na de exercise, na oefening. Ja. En de B-grafiek laat zien minuten na de maaltijd. Ja, en laten we het dan. De verticale as zien we dan die hoeveelheid glucose, glucose level. En dit is bij best wel grote groepen mensen, die gezonde mensen, geen diabetes, die patch gebruiken. En ze hebben niks anders gedaan van, oké, noteer even wanneer je gaat sporten. Dus het is helemaal geen beweegprogramma of noem maar op. De ene ging een kwartier sporten, de andere 1/2 uur. Ja. En na het eten. Nou, en dan beginnen we maar. Om terug te komen op jouw eerste vraag van, van die dip. Zie je die dip? Of die, nou ja, eigenlijk ga je glucose echt omlaag als jij hongerklop bijvoorbeeld krijgt. Nou, dan zie je eigenlijk, die mensen beginnen sporten en dan, nogmaals, dit zijn gemiddeldes en daaromheen zit er best wel een grijze wolk. Dus dat is je betrouwbaarheidsinterval. Ja. Ja, dan zie je denk ik een kleine terugval van na 1/2 uur. Het is best wel minimaal, hè? Want dit is die andere as waar terugval, ik over had. Terugval als in dat de glucose level loopt gemiddeld wat achteruit. Ja, van 100 naar 90 en dat is die milligram per deciliter. Dus dat zou ongeveer komen van overeen met 5 naar denk ik misschien 4,6, 4,5 millimol per liter zoals ik het over had. Ja, dus een beetje. Ja, en daarna zie je alweer dat het terugkomt en ik vind het more or less hetzelfde constant, toch? Ja. Maar één gekke outlier, precies naar die 1/2 uur. Ja. Zie je dat? Ja, maar dan gaat hij juist een beetje omhoog. Dus piekt hij omhoog. Ja. En maar is het niet, want als jij een hongerklop krijgt, zie jij ook niet een beetje, dan ga je een beetje zweten. Ja. Een beetje, Het lichaam raakt in stress. Ja. Ja. Dus, en stress is sympathisch. Ja. Het zenuwstelsel. Dus ik, het kan 2 kanten op. Ik denk misschien, idealiter zie jij een dip en daarna een reactie. Ja. Maar eigenlijk, zoals ik er nu steeds meer over nadenk, we weten dit allemaal niet, omdat we hebben veel gemeten, maar nooit op een tijdschaal zoals nu kan. Deze meting. Ja. En nooit bij gezonde mensen. En met deze eerste uitkomsten, ook de grafieken waar wij nu naar kijken, dat zijn relatief nieuwe data. Hè? Zoals Anne ook zegt, het is nog experimenteel. Lijkt het eigenlijk dat we niet zulke grote schommelingen zien. Nee. En dit als we gaan eten, want daar zien we wel in grafiek. En dit zou ik verwachten, omdat ik denk, dit is gewoon bij gezonde mensen een goed gereguleerd systeem. Nou, gaan we eten, dan zie je inderdaad, na pak een beet, 40 minuten zie je echt die piek in die glucose. Nou, insuline wordt aangemaakt, is al aangemaakt en die gaat zorgen dat de boel weer omlaag gaat. En dat de boel netjes tussen die 4 en die 8 millimol per liter schommelt. Jij nou, want jij zegt die grijze vlek die we om de gemiddelde lijn heen zet, is de bandbreedte. Die vind ik hier veel breder. Ja. Oftewel, er zit veel meer variatie in het gemiddelde. Zou het nou kunnen dat als je hier naar individuele data gaat kijken, dat je wel enorme schommelingen ziet? Ja, en dat is ook wel beschreven. Want bijvoorbeeld die dip waar Anne het over had, dat je stel dat jij 1/2 uur van tevoren een pannenkoek gaat eten. En dan gaan ze mensen, na 1/2 uur begint jouw wedstrijd. En daar hebben ze glucose zitten meten. En dan zien ze eigenlijk van, die begint te zakken, zoals als links. Alleen die gaat echt
vetzakken onder die vier nog wel. Omdat je dan een combinatie hebt van je gaat sporten. Dus dat zet waar die sluizen voor die glucose zakt. Ja. En je insuline zit nog in je bloed. En die twee samen zetten die sluizen van de spiercellen om glucose op te nemen echt wijd open. Ja. Waardoor eigenlijk het systeem even denkt, wow, er wordt wel heel veel glucose uit mijn bloed gezogen op die manier. En dat wordt beschreven in een groep mensen, maar lang niet allemaal. Dat is onderzoek echt 30 jaar, 20 jaar geleden. Van onder andere die Asker Jeukendrup, de grote voedingsexpert, expert, toch wel. Werkt onder andere Jumbo-Visma, PSV, Barcelona, weet ik. Toen geweest en wat zij gedaan hebben van heeft dit ook invloed op de prestatie eigenlijk. Als mensen inderdaad die dip krijgen, omdat ze eigenlijk dan, omdat die twee samenkomen. En dat blijkt geen enkel gevolg voor de prestatie te hebben. Nee, want dat horen we Anne ook zeggen. Ja. Ik voel hem niet. Nee. Je kan hem dus wel meten, maar je voelt hem niet. Dus daar zit wel iets in. Dat geeft eigenlijk me aan, als jij inderdaad jouw maaltijd precies timed, waardoor je en een piek in insuline krijgt en daarbij eigenlijk met de inspanning ook zorgt voor een verhoogde opname van glucose. Ja, dan kan dat systeem even wel uit balans raken. Hey, want nu komen we bijna, toch? Lekker wetenschappelijke aflevering dit. Maar nu komen we bijna naar een eerste praktische tip. Ik weet twee dingen over timing en voeding. Ja. Een soort algemene wijsheden. 1. Laatste maaltijd tussen de 3 en 4 uur voor een wedstrijd. Want dan heeft je lichaam nog de tijd om die energie inderdaad in je glycogeen te stoppen. Precies, En dan is het goed gebruik om vaak een kwartier voor een wedstrijd een shelletje erin te klatsen. Ja. Nou, en waarom doen we dat dan? En is dat dan misschien iets wat we niet moeten doen? Ja, dat is eigenlijk... Moeten we ook letterlijk vragen? Dat is een goed punt. Kijk, die 3 uur van tevoren is eigenlijk om te vermijden dat je nog te maken hebt met je insuline tijdens je inspanning. Ja. En want op het moment dat jij een kwartier van tevoren dat doet, dan gaat je glucose spiegel stijgt. Maar dat gebeurt pas na een kwartier voordat dat gelletje echt opgenomen wordt. Ja. En insuline gaat dan niet reageren omdat je glucosespiegel helemaal niet zo gaat stijgen zoals het zou doen. Omdat je al aan het sporten bent. Je bent al aan het sporten en daar wordt die glucose vanuit die spieren hebben al bedacht van even zetten de sluizen al open. Dus dan kan dat helemaal, dan heb je niet die dus extra last van die insuline. Dan is dat gewoon een lekkere energieboost. Ja. Dat is gewoon slim dus eigenlijk. Want insuline is gewoon een opbouwhormoon eigenlijk. En als je aan het sporten bent, ben je lekker aan het afbreken. Dus je wil eigenlijk niet te veel, je wil geen insuline afmaken. Nee. Dat is helemaal niet nodig. Dus de waarschuwing is wel, je moet niet te vroeg voor de start dat celletje erin gooien. Want dan heb je eventueel dat insulinesysteem aangezet. Als jij daar rond een half uur, 3 kwartier van tevoren zit. Dat is te dan, vroeg. Ja, dan kan jij, maar nogmaals. Het heeft dus geen gevolgen voor de prestatie. Nee, is niet gemeten. Dus Het kan hoogstens zijn dat je even een dip, je een beetje dizzy voelt of denkt van, wat overkomt mij? Ja, ik zou wel kunnen tukken. ik hoop het niet. En nogmaals, die individuele variatie, die is beschreven. En die zit er waarschijnlijk ook in wat jij met jouw CGM gaat meten. Dus daarom ben ik wel heel geïnteresseerd in al die data die er nu uitkomen. En ik heb als laatste inderdaad, ik weet dat Alex Hutchinson, die is YouTube, hiermee bezig. Ja, die zien hem al. Maar we hebben nog een laatste grafiek die we weer voor onze luisteraars heel goed gaan beschrijven. We zien weer op de horizontale as de tijd, maar nu gewoon de kloktijd van half 2 smiddags tot 3:30 smiddags. En we zien weer op die verticale as die glucose niveaus op zijn Amerikaans. Ja. Oftewel de milligram per deciliter. En we zien op de andere verticale as zijn hardloopsnelheid. En dat zijn dan denk ik die oranje grafiekjes onderin, denk ik. Ja, kilometer per uur. Ja, dus. En we zien daar een training waarin hij een warming-up doet van 20, 25 minuten. Ja. Dan gaat hij intervaltraining doen voor 3 kwartier en dan doet hij nog een cooling down. En dan is die blauwe lijn zijn glucose niveaus. Ja. Beschrijf eens, wat zien we? Ten eerste, voordat hij aan die warming-up begint, daar zit hij ergens rond de 105 of zo. Ja. Nou, dat is denk ik 5 millimol per liter. Een soort van zijn basisniveau. 5, 6. Ja, en dan gaat hij de warming-up doen. Maar je ziet eigenlijk, dat vind ik ook al, als je goed kijkt, dan zie je van tevoren gaat die glucose al iets stijgen. Ja. Tijdens de warming-up stijgt hij en daalt hij weer. Tijdens de piek. Ja, in diezelfde 20 minuten zit een soort enorme piek. Ja, ik denk, als ik het puur, dan ga ik puur kijken. Ja, dat wordt dat sympathisch zenuwstelsel, wordt ook even gestimuleerd. En je pep jezelf op, warming-up.
En wellicht dat ervoor zorgt van dat er wat extra glucose wordt vrijgemaakt uit je lever, glycogeen. Mm-hmm. Nou, dat is, mm-hmm. Maar ja, nogmaals, het is interpretatie. Ja. Maar je ziet ook, hij komt weer terug. En het zijn geen, kijk naar de schalen, die zijn van 60 naar 180. Het is allemaal nog niet mega dit hoor. Ik bedoel, dat valt allemaal netjes tussen die 4 en die 8. Oké. Maar dan gaat die intervallen en dat is wel interessant. Want elke keer, ja, dan zie je eigenlijk, hij doet 6, 7 intervallen. Dat die glucosespiegel langzaam stijgt van die 100 milligram per deciliter naar uiteindelijk 160. Ja. Nou, en 160 komt toch wel boven die 8 en millimol per liter. En door het intervallen heen. Hè, we zien eigenlijk niet zo heel veel effect van de intervallen zelf. Behalve bij een wat langere interval zien we weer iets droppen. Ja. Omdat dan waarschijnlijk zijn spieren veel gebruiken. Maar cumulatief lijkt hij op te bouwen. En tot aan het einde van zijn training. Ja, nou, en nogmaals, we gaan al interpreteren van wat gebeurt hier. En dat is een beetje, denk ik, daar moeten we wel mee uitkijken. Je zit bij elk signaal van, nou, hoe kan ik dit verklaren? En eigenlijk kunnen we het niet goed verklaren. Ah. En waarbij ik soms ook denk, nou, ik, dit lijkt misschien bijna mechanisch van... dat je elke keer als hij zeg maar iets doet, beweegt, mm-hmm. met zijn armen waarschijnlijk, die gebruikt hij ook bij het lopen. Ja. Ja, ik bijna denk van ja, hier het gebeurt wel. Je vertrouwt wel, de sensor niet. Nou, hoe betrouwbaar is deze is het inderdaad? Want als die glucosespiegel tijdens zo'n intervaltraining dus stijgt naar boven die 8 millimol per liter... Mm-hmm. Ja, dat heb ik altijd geleerd. Ja, dan moet je uitkijken. Dat is slecht voor bloedvaten. Dat moet je niet te lang hebben. Dan denk ik, elke keer als je gaat sporten en je gaat flink intervallen en je gaat boven die 8 zitten of misschien nog hoger, dan denk ik, nou... Dan zou sporten super ongezond zijn. Nou, als je puur bekijkt voor de aanval die glucose op je bloedvaten gaat hebben. En dan kijk ik even terug naar die gemiddelde grafiek over sporters. Ja. En daar zien we veel minder van dit soort hoge pieken. Hè? En maar nog net de vraag, hoe hebben zij geïntervald? Is het kracht? Is het duur? Dus, waar ik naartoe wil. We gaan zo aan Guido nog eens even vragen wat zijn ervaringen zijn met het apparaatje. Ja. En dan komen we uiteindelijk tot de conclusie, moeten jij en ik nou ook met een ding gaan lopen? Daar nog één voorschot opnemend. Wat voor beslissingen zou ik nemen op basis van deze data? Ja. Ik zou het niet... Jij weet het niet. Ik zou er heel nerveus van worden. Ja. Ten eerste bij een... Ik zou sowieso nerveus worden met zo'n ding in mijn arm. Nou ja, weer een meter waarvan je niet precies weet wat die meet. Nee. Of ik kan me hoogstens bedenken. Ja, Anne heeft het heel erg over dat ze het moeilijk vindt om op haar gevoel af te gaan. Ja, en dat gevoel, dan denk ik van dus bang om die hongerklop te krijgen of te laat zijn met het eten. Je zou willen zien dat mijn glucoseniveaus gaan dalen, zodat ik snel nog een zelde bij kan steken. Ja, zoiets. Maar aan de andere kant weten we gewoon dat die 60 tot die 90 gram per uur koolhydraten, dat is gewoon een gegeven. Ja. En ik bedoel, zolang jij dat een voedingsplan hebt en je daaraan houdt, ja, je kan er niet meer in stoppen. Dus op dat moment, stel dat jij dan toch ziet van ondanks dat, van dat die glucose laag wordt. Ja, je kan er niks aan doen. Dan kun je hooguit besluiten, ik moet lager in het sief gaan doen. Maar dat voel je al. Dat voel je ook al. Dus ik denk nog steeds van ja, dat moet je dan toch trainen, dat gevoel. Welk gevoel ben je precies bang voor? Ja. Ja, en het andere is, ja, je moet wel zo'n abonnement gaan nemen op die glucosemeter. Nou, dan komen we bij de Slimme Presteren podcast. En is die zijn behoorlijk aan de prijs. Ik kwam iets tegen van nou, al richting 25, 30 euro per maand. Nou, per maand of serieus? Per maanden. Ja, dan zijn weet ik het al. En ten tweede moeten we ook, wil ik nog even benoemen, die sensor is inmiddels al verboden, bijvoorbeeld door de UCI, de Internationale Wielerunie, om tijdens wedstrijden te gebruiken. Waarom? Is het against the spirit of sport? Ja, waarschijnlijk. Ja. Zij willen niet even van... Even voor de mensen die denken, ga vooral onze doping specials luisteren. Ja. Want dan hoor je helemaal waarom dingen wel of niet verboden worden. En hoe willekeurig dat soms is. Ze willen is. Er vroeg bij zijn. Ze hebben natuurlijk al zoveel kritiek op die hele vermogensmeter van ze. Dat die nog steeds gebruikt wordt. En moet die oortjes niet af. Zoiets. Terwijl, nou, Jumbo-Visma, Ineos gebruiken in ieder geval deze patch. In trainingen dus in ieder geval. Wedstrijden, dat mag niet meer. Dus ja, misschien dat al die internationale of ook nationale bonden dit gaan op een gegeven moment gaan zeggen. Ja, sorry, maar het gevoel is helemaal niet verkeerd. Dat is onderdeel eigenlijk van de hele wedstrijd.
Maar dit zou toch doen vermoeden dat ze bij Jumbo en Ineos denken dat ze er iets mee kunnen. Ik voel het al, het is de hoogste tijd om even te gaan zoomen met Vroom. Doen we. We gaan zoomen. Ja, Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Hey, goedemorgen. Hey, we zijn op een interessant onderwerp en we hebben jou al even voorbij zien en horen komen in de podcast. We hebben het over de continue glucose monitoring of meten. En we zagen die Facebook of die Instagram post van jou met zo'n patch op je arm. Dat is, zag ik ongeveer precies een jaar geleden. Dat klopt, een jaar geleden of zo is het. Liep jij met dat ding rond. Even bij het begin beginnen. Waarom, Guido? Waarom had je dat ding op je arm? Ja, ik wil, je ziet vaak wel dingen voorbij komen. Zeker wat betreft meten van aan en met het menselijk lichaam. Dan vind ik altijd, denk ik, dan moet ik toch even meer van weten. Is dit zinvol of heb ik hier zelf ook iets aan? Dus dan ga ik het ook zelf proberen. Ja. Je hebt hem niet meer op, dacht ik, hè? Nee. Dit was... Hoe lang heb je hem gedragen? Het was een sensor, die kun je 2 weken dragen. Maximaal. Oh. Kijk, want een van de dingen, we hebben net uitgebreid besproken wat glucose doet, hoe het werkt en waarom dat allemaal belangrijk is. En we hebben ook iets met elkaar verkend over hoe die meting werkt, maar we misten veel praktische ervaring. Ja. Hoe dat werkt, hoe dat zit. Hoe je hem hebt aangebracht ook. Ja, begin daar eens mee. Oh ja, die schiet je erin. Schiet er. Ja. Dus, nou ja, het is eigenlijk, het is een soort, ik heb dan die Abbott, Free Libre systeem. Die heb ik besteld. En dan krijg je een soort houder. De doorsnee van die cirkel is een centimeter of 3. En dan krijg je het metertje zelf zit dan weer in een andere verpakking. Nou, dat klik je erin. En die houder, dus een soort afdrukmechanisme, dat zet je dan achter op je arm. Ja. Op je triceps. Op een plek die je even schoon hebt gemaakt met alcohol. En eigenlijk druk je hem dan af en daar zit een soort veermechanisme in. Dus hij heeft even weerstand en als je hem dan afdrukt, dan druk je die patch eigenlijk in je arm. Deed het pijn? Zit er een naald in je arm dan? Ja, het is niet echt een naald zoals je dat zelf nu bedenkt. Dat is een metalen pin die zo je arm ingaat. Ja. Het is echt een flinterdun naaltje. Ja. Dat zie je dus eigenlijk al pas als je hem eraf haalt. Ja. Dus het is een soort heel klein snaartje wat flexibel wel is. Maar die schiet er dan wel in. Wat steekt hij erin? Ik denk 5 mm, 6 mm of zo, denk ik. Ja. Maar dan heb je het al. En dus gewoon direct op je arm. En de naaldje zie je verder niks. Hij komt in het interstitium, hè, zeggen zij. In ieder geval. Ja, dat is wel belangrijk om te vergelijken. Want het is wel iets anders als je in het interstitium meet of echt in het bloed. Ja. He, zoals normaal diabetespatiënten, die prikken in hun vinger en dan krijg je bloedglucose en daar bepalen ze hun glucose in. Dit is niet in het bloed natuurlijk. Dit is gewoon in het tussenliggende weefsel. En de glucoseconcentratie in het interstitium is niet een streep gelijk aan in het bloed. Nou, daar zit een vertraging op. Maar dit is een medisch hulpmiddel, denk ik. Hè? Mag je dit... jij bent geen diabeet. Mogen mensen... Of heb je het voordeel dat je een dokter bent en dit zo mag bestellen en krijgt? Ja. Ik heb natuurlijk dat voordeel. Ik kan gewoon zeg maar... Ik heb voor een patiënt of voor je praktijk heb je dit nodig. En dan kun je dat bestellen. Maar dan toch even voor al die sporters. We hadden eerder in de aflevering Anne Tauber, die ook heel nieuwsgierig is. Als zij geen diabeet is en geen arts... Ja. Is zij dan, kan zij dit ook, mag iedereen dit zomaar bestellen? Je hebt nu tegenwoordig, dit was dan zeg maar dus de versie die geschikt is voor de diabetes. Ja. Zodat zij ook makkelijker in hun leven dat makkelijker kunnen meten. Dat ze niet de hele tijd hoeven te prikken met dat ding. Die kunnen ze gewoon scannen en dat is veel makkelijker voor ze. Ja. Ja, de industrie springt daarop in en heeft. Super Sapiens heeft daar een eigen, dus een soort dochteronderneming volgens mij dan geworden. En die hebben een eigen sensor ontwikkeld, die bijna, volgens mij bijna hetzelfde is, maar net iets anders dan. En die mag iedereen bestellen?
Behalve weer in Nederland, want daar is het niet te koop. Ah, niet in Amerika wist ik, wel Europa, maar niet in Nederland. Ja, Duitsland zeg weer wel. Ah, okay. Dus als je iemand in Duitsland hebt, die kan hem wel bestellen. Even begrijpen, waarom is dat? Ja, waarschijnlijk bepaalde wetgevingen. Hè, Omdat het toch een medisch middel is. Medisch hulpmiddel, ja. Ja, ik denk het wel. Terug naar jouw arm. Hoe voelt dat als dat de hele dag op je arm zit? Vergeet je hem of stoot je hem? Of als je 's nachts slaapt, rol je hem dan van je arm? Tweede, je vergeet hem, want ik heb hem dus ook maar een week opgehad. Want toen trok ik zo snel mijn t-shirt uit nadat ik gefietst had. Toen dacht ik, ah kak, blijft dat mouwtje erachter hangen. En vloep, weg was die. Ah, oh, oké. Okay. En dan? Dus, dan moet je eigenlijk een nieuwe aanbrengen. Ja, dan is het einde oefening voor dat ding. Die kun je niet meer erop zetten, dan werkt die gewoon niet meer. Dus dan ben je, dan is die klaar. Ja. Dus ik had maar 7 dagen in plaats van 14 dagen plezier ervan. En maar je zegt dus eigenlijk, je voelt het niet, want het ziet eruit als een soort harde plastic cirkel, maar dat is het flexibel, is het rubber, beweegt het mee? Het is hard plastic, hè. Het is een soort dikke euro die je erop plakt. Ja. Hey, maar jij, Matt, dus ze hebben het nu over de continue glucosemeting, ook al is volgens mij, meet die nog steeds pas elke paar minuten volgens mij, maar dat weet ik niet. In jouw geval was die echt semi-continu waarschijnlijk. Hoe vaak had jij een meting met jouw systeem toen? Nou ja, hij meet wel. Die sensor heeft zeg maar een bepaald geheugen. Mm-hmm. En je moet niet langer dan 8 uur tussenpauze hebben tussen de laatste meting. Okay. Dus als je 8 uur slaapt, dan, of je slaapt 9 uur, laat ik dat zeggen, dan heeft hij de laatste 8 uur, laat hij erin zitten en dat eerste uur van je slaap ben je dan kwijt. Daar heb je dus een opening. Want, begrijp ik nu, moet je een soort van een handeling doen om hem uit te lezen? Ja, met je telefoon. Ja, dan heb je een app. En die app op die telefoon gaat via Bluetooth. Ja. Oftewel, die hou je dan dicht bij die sensor en dan heeft hij zeg maar de data overgedragen. Ja. En dan staat het erin. En wat zag jij, hoe zag dat profiel er een beetje uit? Wat viel jou op als er iets opviel? Ja, bij mij viel er dus heel weinig op. Hmm. Dat is niet heel raar, want ik ben geen DHB. Nee. Dus dat was ook niet te verwachten dat er nou heel spectaculaire dingen waren. Ja. Zag je schommelingen? Ja, weet je, de schommelingen zaten 's ochtends na het ontbijt, hè, dan je hebt ontbeten, dan gaat hij omhoog. Hè, dan schoot hij soms wel naar waardes van 10 of zo. Okay. En dan daar zit ook wel een dit verschil. Dit is 10 op die schaal van 4 tot 8? Millimol per liter. Ja, millimol per liter is dus het. Dus als je diabetes was, zou je dan moeten prikken, want dan gaat het niet goed. Maar dat zakt hij ook wel weer uit weg. Normaal zit hij eigenlijk tussen de 4 en de 10. Okay. Daar, hè, dus dan zit je altijd nog altijd goed. Ja. Ja. En hypo is onder de, geeft hij aan volgens mij al onder de 3,9. Dat kenmerkt hij dan als een hypo. Ja. En een hyper is boven de 10. Ja. En kwam jij wel eens, dus net na ontbijt, kwam je richting de 10? Ja, maar ik heb, volgens mij, moet ik nog even, ik ben even snel aan het scrollen. Volgens mij 1 keer of zo dat ik boven de 10 ben geweest. En voor de rest werkt mijn systeem zo dat ik eigenlijk tot als hij aan het stijgen is, dat hij eigenlijk ook meteen insuline gaat produceren, zodat hij bloedsuikerspiegel. Heb je ermee gesport? Ja, ik heb. Nou heb ik niet 5 uur lang zonder glucose gedaan toen. Ik wel 2 uur bijvoorbeeld. 2 uur en dan 1 bidonnetje water. Ja. Maar er gebeurde nou niet heel veel spectaculaire dingen bij. Wat wilde je uitzoeken? Kijken of je die hongerklop kon zien aankomen of zo? Nou, meer dat ik, als ik dat voelde, als ik zelf niet goed voelde, dacht ik van, het voelt zwaar en ik heb honger en het gaat niet lekker. Of dat ook terecht kwam in deze meting. Dat ik denk, dat gevoel wat ik daar had, dat stemt er ook weer overeen dat ik daar een glucose van 3,5 had. Ja. En? Nou, ik heb wel wat lage glucosespiegels, 3,7, 3,5 gehad. Maar dat was dan niet dat ik dacht van, ik voelde me slecht. Nee. Dus je kon je gevoel niet matchen met de data die je daar kreeg? Nee, ik had daar niet echt het idee van, ik moet nu eten. Ja. Nee, want hij stabiliseerde eigenlijk dan een beetje net boven de 4, ging die dan weer terug en zo. Dus dat werd eigenlijk wel goed gecoupeerd.
Maar dit is precies van, zoals wij dat ooit geleerd hebben. Ja. Ja, dit is gewoon een goed gereguleerd signaal in principe. Je bloedglucose, daarvoor heb je of je insuline, je glucagon. En dat zie jij dus eigenlijk ook terug in ieder geval in die metingen die jij gedaan hebt. Bij inspanning. Ik zie hier bij mij op de bank weer de sceptische jeugd. Ja. Die denkt, hebben we hier wat een onzin. Wij eindigden dan met een plotje wat ik van een Alex Hutchinson, dat is een collega journalist in Amerika, die gebruikt nu de Super Sapiens. En die liet toch wat schrikbarend, de intervaltraining lieten we zien. En dan ging toch, dat is net even een andere schaal die gebruikt, andere dat maat. Is het duidelijk, inderdaad. Ja. Daar zit een andere... In die milligram per deciliter. En die vond toch eigenlijk bij de intervaltraining ging hij van pak een beet 110 milligram per deciliter naar richting de 160, 170, 180 in een semi-lineair ding omhoog. 180 is vergelijkbaar met 10 bij mij, hè? Ja. Nee, precies. Maar dit is dus nog allemaal in de bandbreedte, willen we maar zeggen. Ja, maar 10, hallo. Maar dit suggereert dat een half uur intervaltraining dusdanig veel zorgt voor een glucose toename in het bloed. Ja, dan vraag je af, waar komt dat vandaan? Waarschijnlijk vanuit de lever of zo. Weet je niet precies. Mijn conclusie was een beetje, dit vind ik niet goed eruit zien. Want als dit in het bloed gebeurt, dan is dat een aanval op je bloedvaten in ieder geval. En dat is niet voor niks dat het glucose signaal eigenlijk strak gereguleerd is bij ons. Ja. Wat verwacht jij eigenlijk met zo'n Super Sapiens dan te gaan zien? En inderdaad van de meerwaarde... Als jij inderdaad continu dit kan meten tijdens training. Wedstrijden mag niet. In ieder geval bij wielerwedstrijden hadden we het ook al over gehad. Ja, daar zie ik ook helemaal niet de meerwaarde. Nee. In de wedstrijden denk ik, zij zeggen dat zij natuurlijk wel. Ja. Ze zeggen, dan kun je, dat is je fuel gauge. Ja. En dat is zeg maar je meter van, dan kun je zien hoeveel je tank nog vol zit met koolhydraten. Ja, maar dan moet je hem in je glycogeen in je spier steken bij wijze van. Dat is wat anders. Ik zou ook zeker niet gaan zeggen dat een glucose van, laten we zeggen bij in hun waarde 180 en een glucose van 10 millimol per liter, dat is hetzelfde. Doordat het beter is en betere prestaties oplevert dan bijvoorbeeld 100 bij hun en 5,5 of zo glucose. Want dat is er namelijk helemaal niet zo. Nee. Daar zit geen verband tussen. Of mannen, nou... mannen, als bankzitter hier tussen een wetenschapper en een topcoach die bijna hier allemaal zeggen, onzin, het werkt niet, dat kan niet. Waarom hoor ik dan net Jurgen mij vertellen dat de Ineos'en en de Jumbo's van deze wereld toch allemaal met zo'n ding trainen? Weet jij dat, Guido? Je kunt het. Ik denk wel dat er een waarde is als je dat een keer opplakt en je gaat 2 weken lang meten wat er allemaal gebeurt en je houdt bij wat je eet en wat je voor trainingen doet. Mm-hmm. Hoe zijn jouw schommelingen dan? En dan kun je dus bepaalde dingen eruit halen waarschijnlijk als je te weinig in hebt genomen in een lange training, want dat doen ze natuurlijk dan. En dan denk je, maar ik had dit en dit en dit mee op die training en toch kom ik niet uit. En dat zie je misschien ook wel in die meting. Dan denk ik, dus moeten we dus nog meer gaan voeden. Mm-hmm. Maar dan hoef je niet dat steeds weer opnieuw te gaan meten om te kijken van, is het nu beter geworden? Ik denk dat het meer, ik zie meer waarde in dat als ik ooit iemand mee zou willen gaan meten, dat het 1 keer 2 weken en dan bepaalde zaken gewoon, hoe is jouw hele curve gedurende al die dagen, zeker ook met je gewone eten erbij, eet je genoeg, hè? Heb je niet te weinig, hè? Dat je te vaak in hypo zit, dan kun je daar iets mee doen, maar niet zozeer tijdens de wedstrijden of zo. Dat je denkt, maar ik moet altijd constant die wedstrijd boven de 180 milligram houden. Meer een soort dat je als het ware een soort glucose of een metabolisme profiel aanlegt van jezelf of zo. Wat doet mijn systeem? Ken ik mijn systeem en wat zijn de snelheden of zo? Ja, zoiets inderdaad. Maar sommigen eten gewoon standaard te weinig en die voelen zich dan ook moe vaak. En het kan een oorzaak liggen daarin, hè, dat je gewoon een te lage bloedsuikerspiegel constant hebt. Ja.
Ja, maar ik waar dat met Gerrit zei ik ook nog. Ja, je hebt in principe je voedingsplan. En waarschijnlijk zit dat op die 60 à 90 gram glucose. Nu heb je tijdens de wedstrijd de vrees. Ja. Ja. Maar jij zegt, ja, toch heb je mensen die daar te veel moeite mee hebben. Dat gewoon echt niet halen. En misschien van tevoren dan te weinig gestapeld hebben. Of hun glycogeenvoorraden aangevuld. Dat zal toch niet in de topsport? Ja, mensen... Natuurlijk... Niet alles... Natuurlijk, dat soort dingen gebeuren ook. Ja? Zijn net mensen, die topsporters. Ja. Ja, joh. We moeten maar zin in hebben, natuurlijk. Mooi, ja. Oké. Okay. Hey, Guido, heb jij verder nog iets belangrijks mee te geven of te zeggen? Of moeten we dit in de gaten houden? Of hebben we, denk je, het onderwerp redelijk rond? Ja, maar moet je pupil Anne Tauber dit gaan proberen? Anne Tauber is niet zijn profiel. Lotte. Lotte Koopmans. Ja. Lotte. Ja, dat is die andere van die podcast, inderdaad. Maar ik denk dat Lotte zelf ook best wel eens geïnteresseerd. Die is ook arts, weet je? Ja, die, daarom vragen ze het ons, hè? Die heeft wel de beschikbaarheid over die petje. Ja. Ik denk dat ik aan Lotte wel eens dat mee zal geven of zal vragen. Want het is een keer 2 weken te proberen. Ja. Weet je, het is puur, je moet soms dingen eerst data verzamelen, wil je daar een mening over vormen, precies, of je er iets aan hebt. Ja, die 2 vragen, en die hebben we volgens mij al wel in de aflevering beantwoord. Anne Tauber, die stelde ons 2 vragen. 1, kan ik nou straks met zo'n apparaat mijn suikerdip zien? Nou, daar lijkt ja, dan heb je hem al te laat, hè? Dan kan Maar ze zegt ook, ik voel hem niet, maar ik wil weten, kan ik dan zien of die er is? Ja. Dan hoor ik eigenlijk een beetje, nou, dat lijkt eigenlijk niet echt zo te zijn, hè? Ze was benieuwd of je nou, als je lager intensief traint, of je dat dan ook in je glucosespiegels zou zien in je spieren. Maar ook dat lijkt dan mee te vallen, want het systeem doet gewoon zijn ding. Ja. Ja. Helder. Ja. Volgens mij kraakhelder. En dan is natuurlijk altijd onze slotvraag voor mij en jou als amateur, Jurgen. Glucose meten tijdens het sporten zinvol of onzin? Als je diabeet bent, wel. Sowieso. Sowieso. Of van tevoren. Maar dan zit dat al in je. En voor ons amateursporters al nee. Zeker onzin. En misschien voor toppers, leren we net van Guido. Leg eens een profiel aan. Doe het eens een keer een tijdje. En kijk eens of daar nog iets verrassends in zit. Toch, Guido? Ja. Kijk, als ik nog even als ik mijn hele week bekijk. Ik heb er nog even gekeken. De hele score boven het doel, in het doel en onder het doel. Mm-hmm. En daar zat ik 0% boven het doel. Ja. 98% tussen die 3,9 en de 10. Ja. En 2% zat ik eronder in totaal van de hele week. En dan is het natuurlijk wel belangrijk te weten wat daar gebeurde. Hè? Want als dat nou net tijdens die 2,5 uur dan... Dat was dus ergens aan het begin van de nacht. Oh, oké. Okay. Maar jij bent in ieder geval gerustgesteld dat jouw... glucosespiegels heel netjes gereguleerd worden door jouw lichaam. Ja. Ja. Tof. Nou, fijn te weten. Leuk. Mooie, inzichtvolle aflevering die we dan afsluiten als vanouds. Als jij nou topsporter bent, net als Anne Tauber en Lotte Koopmans, en je hebt vragen aan de Slimmer Presteren podcast, dan kun je die inspreken via Vriend van de Show. Dat doe je op vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Je kan daar ook, als je onze podcast wil steunen, vriend worden en een donatie achterlaten. Maar we vinden het ook al lang leuk als je gewoon reageert. Bijvoorbeeld via social media zijn we de @slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Doe net zoals David van Oosten en stuur ons een DM'tje als je een vraag hebt of iets interessants ziet op die platforms waar je eens wil dat we induiken. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Kun je reacties achterlaten, maar natuurlijk ook de link even kopiëren en die doorsturen in de WhatsApp-groep van jouw favoriete trainingsgezelschap. Zodat iedereen slimmer gaat presteren. Ja, of je houdt alle kennis stiekem voor jezelf. Nee, moet je niet doen. Stuur maar lekker door. En je kan ons ook mailen naar post@slimmerpodcast.nl. We vinden het superleuk om van jou te horen. En soms duurt het even, maar we reageren altijd. Tot zover deze week over de continue glucose monitoring of measurement. Dank weer voor al deze inzichten. Dankjewel Jurgen. Graag gedaan. Dankjewel Guido. Jo, graag gedaan. En tot volgende week. Tot volgende week. Joe.